Yo kijkers en welkom allemaal bij deze hele gloednieuwe video van Farming Simulator 25. Vandaag zijn we de eerste keer een video Farming Simulator 25. Maar ik heb namelijk al een streampje gedaan op deze map. Dus we hebben al redelijk wat dingen gedaan. We hebben hier een veldje oost. Hier hebben we dan al twee veldjes met koolzaad geplant. Deze is gecultiveerd en veld 2 is al gecultiveerd. Daar gaan we nog even mee wachten. Daar gaan we tarwe op planten. Ah, dat kunnen we eigenlijk ook al doen. Dan gaan we, laten we dat dan eerst doen vandaag. Tarwe planten. En misschien later op de dag wil ik ook vandaag nog een boomtransportje willen doen. 15.000 euro hebben we toch een beetje extra geld. Ja, dit zijn wel twee grote vaartjes. En we laten we met GPS werken. Dit is echt GPS, is dit zo makkelijk. Dus ah shit. Ja, deze moet wel met de kosten. Daar. Ik heb nog een keer rondreden. Ah, tjuma. Ja, we hebben nog een kleine balenpers, maar ik denk dat we die kleine balenpers gaan verkopen. En een grote balenpers gaan kopen. Dat is namelijk toch gemakkelijker. Want die kleine balletjes zwemmen uit heel veel energie. Dat is zoveel tijd. Ja, pardon. Sorry, ik heb een beetje last van mijn keel. Ja, dat kost wel redelijk wat tijd om al die balletjes van dit vaartje te doen. Dus ja, daarom doen we. Maar ja, ik zou zeggen, laten we hier een timelapse van maken. Van hoe dat we dit vaartje gaan posten. Zijn, dus ik zie die normale tijdens, dus tot straks.
Zo, voilà. We zijn bijna klaar met dit veldje. Ik dacht dat het andere veldje al gecultiveerd was, maar blijkbaar niet. Dus ik heb er even een AI-werker op gezet. En dan gaan wij die bomen gaan doen. Dus van hier naar hier. Dus items lenen. Dus redelijk wat geld dat we ermee kunnen verdienen. Maar ik heb ook al gezien bij een andere streamer dat hij alle bomen mee had. En dat hij toch nog altijd niet aan 100% zat. Dus ja, we zullen het zien hoe het daar in elkaar zit. Maar normaal gezien zou het wel moeten lukken. Ik heb nog nooit met deze machine gewerkt, dus ik ben benieuwd. We moeten wel een paar keer heen en weer heen, als ik best zo zie. Maar ja, dat is een probleem. Route. Dus wij zijn hier, we moeten helemaal naar daar. En ja, alright. Ik heb nog nooit in deze machine gewerkt. Nog nooit. Maar ik ben benieuwd. Maar ja, ik zie je als ik bij de bomen ben. Dus tot straks. Zo, voilà. We zijn bij de bomen aangekomen. Wel, een grote loop. Dus we zullen sowieso een paar keer moeten gaan rijden. Ik heb nog nooit met dit gewerkt, dus ik ben benieuwd, ik ga het wel. Oef, is toch moeilijker dan verwacht, hè? Holy shit. Oké, maar ik ga even hiermee verder doen. Zo, voilà, we hebben de eerste lading hout. Het duurt dan nog redelijk lang. Dus echt, ik had het minder lang verwacht. Maar ja, kijk, we doen het, alles voor die 15.000 euro. John Deere is ook verder klaar. Dus ja, we zijn even onderweg. Dus ik zie jullie weer terug als ik opnieuw hout aan het raad ben. Dus tot straks. Zo, voilà, we zijn met de bezig met lading nummer 2. We zitten nu op 27%, maar ja.
Nee, ik zal mijn best doen om dat hier allemaal in orde te krijgen. En nog redelijk moeilijk, hè? Hallo, waar je dan niet gewend zit. Ja, maar al bij al lukt dat wel. Zo, voilà, we zijn bezig met onze laatste lading, maar ik denk dat we niet genoeg goud gaan hebben, maar ik weet het niet zeker. Ofwel, ja. Dus alles wat we hebben, dat daar lag. Dus ja, we zullen zien. Let's go! Bij Blokky Games werkte dat namelijk niet, was het niet verleden. Toch een mooie 15.000 euro. Prima. Oké, okay, weet je wat we dan gaan doen? We gaan onze ballenpers gaan verkopen. Massaversum. Ja, deze gaan we verkopen voor 17.000. En we kopen dan namelijk deze balpers. Of zou het toch voor die nieuwe Holland gaan? Dan kun je een grotere bal mee maken. Wat zou jij doen, Bram? Ik weet niet. Ik wil een grotere bal mee maken. Pak die. Er maar 5000 euro mee. Oké. Okay. Oh joh, dat is wel clean. Oké, okay, dan gaan we ook nog een voorlader stoppen op de... De John Deere. En dan zijn we eigenlijk klaar. Dan volgende video gaan we dit veldje inzaaien. Dit veldje inzaaien. En alle veldjes gaan bemesten. En dan gaan we kijken wat we nog allemaal kunnen doen. Want ja, we hebben nog niet zo heel veel te doen. We hebben ook nog niet qua dieren en al. Weet ik ook nog niet wat we daar allemaal mee kunnen doen. Maar ja, we zullen zien. We zijn nog aan het opbouwen. Ja, laten we dit toch gewoon hier mooi neerzetten. Een beetje in het midden. Waar toch nog machines kunnen passeren. Zo. Laten we het zo doen. Wij gaan nu naar de winkel. Oh, shit. En ja, tot straks. Maar ja, kijk, alles wat we al hebben, hebben we. En wij kunnen ook gaan balen persen eigenlijk voor andere boeren. Dus daar zijn we wel onze dingen terugverdienen. Normaal gezien, hè. Gaan we even kijken. Cultiveren, maaien, oosten, ploegen, schoffelen. Ah, nee.
Balen Wekko, alleen nog maar. Een boomtransport. Weer al. Hij verdient wel mooi geld. Vertel. Mooi geld, maar. Een doodhout, ja. Dat kunnen wij eigenlijk. In dit gebied is er een probleem met doodhout. Help deze eigenaar. Maar je dat nu gewoon met de kettingzaag zou doen. Zou dat dan ook lukken of niet? Dat vraag ik mij wel af. Want als dat zou lukken met de kettingzaag, zou het echt ideaal zijn. Dan kun je dat ook zelf gewoon doen. Maar ja, ik ga naar de boerderij, maar ik ga hierbij deze video afsluiten. Ik wil jullie sowieso allemaal bedanken om naar deze video te kijken. En ik zeg, tot de volgende keer. Dus tot de volgende video. Yo, yo.